Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van het programma De Koffiepraat via Radio SRS Suriname. Het is maandag 15 mei 2023 en hopelijk hebt u allen een hele goed weekend achter de rug. En zijn de mama's niet, zal ik zeggen, verwend, maar extra verwend. Want dat moet elke dag gebeuren. Zijn ze gisteren flink in de bloemetjes gezet. En bent u goed uitgerust om natuurlijk weer een wezenlijke bijdrage te leveren aan de opbouw van ons geliefde Suriname. Wat hebben we aan nieuws? Nou, er is dus een zone, veilige zone ingesteld rondom het Stuwmeer, of nabij het Stuwmeer. In verband dus met de illegale praktijken die daar plaatsvinden. U weet dus dat er illegale gootwinning daar plaatsvindt. Er is ook sprake dus dat er in de buurt een service station wordt opgezet. Allemaal onveilige zaken. Dus de regering en staatsolie hebben besloten dus om een veilige zone in te stellen rondom de Stuwdam. Zodat de zaak daar verder veilig blijft. En er is een onderzoek. Het onderzoek in de kwestie van Marie Pastong en Peking Saron is nog gaande, zegt de president. Dat hebt u ook in het nieuws gehoord. En het Openbaar Ministerie krijgt dus alle ruimte om haar werk zo goed mogelijk te doen. En diverse organisaties, buiten dus parlementaire organisaties, gaan dus voor One Vote. Dat hebben ze dus aangegeven tijdens een persconferentie die onlangs is gehouden. En we zien dus ook een lelijke foto van aanrijding die heeft plaatsgevonden. Of aanrijdingen. Drie verkeersdoden in het weekeind, dat voeren. En we gaan het vandaag ook hebben over ons verkeer. We hebben dus twee vertegenwoordigers hier waarmee wij dus gaan praten over dus een verkeersveiligheidsmaand is dat. Week is dat. Yes. Ja, we moeten dat goed benadrukken. En daarover gaan we het vandaag hebben in deze aflevering van De Koffiepraat. En wie mag ik welkom heten vandaag? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Alle luisteraars, goedemorgen. Ja. Ik ben mevrouw Adaray Joen, de directeur van het Verkeersveiligheidsinstituut. Yes, en daarnaast hebben wij... Yes, goedemorgen, Landveld Beursie, onderdirecteur van het Verkeersveiligheidsinstituut. Ja, wat doet het Verkeersveiligheidsinstituut nou precies? Wij moeten zorg dragen voor de centrale aansturing en voor een integraal beleid. Daarmee wil ik bedoelen dat er na onderzoek is gebleken dat als we kijken naar onze verkeerssituatie, ja, dan zijn er verschillende organisaties, ministeries, zeg maar, disciplines die zich bezighouden met het verkeer. En er is geen eenduidig beleid. En van daaruit gaan wij meer aan moeten letten op het beleid. Wij zijn maar slechts een paraplu-organisatie die de richting zal geven waar we moeten gaan met onze verkeersveiligheid. Ja, en als u kijkt naar onze verkeersveiligheid, tot welke conclusie komt u? Het is baldadig. Eén woord baldadig. Ja. Als we kijken, in Suriname zitten met 600.000 zoveel inwoners in het land. En voor zo weinig inwoners is het te veel. Het is een streven van de VN om in 2030 bijna in alle landen verkeersdoden terug te brengen met 50%. Toch, dus vandaar dat wij van het Verkeerveiligheidsinstituut alles op alles zullen doen om eigenlijk bewustwording aan te wakkeren. Want als we kijken in Suriname, dan gaat het specifiek om gedrag. Ik weet dat infrastructuur ook nog niet 100 is, maar gelooft u me, als we eigenlijk beter opletten en voorzichtiger zijn in het verkeer, dan denk ik dat we veel minder doden zullen hebben. Ja, we praten al zo lang hierover, die bewustwording. Op welk vlak gaan jullie precies concentreren? Want ja, nu zegt men ook wel van ja, is het niet volledig uit de hand gelopen als we ook kijken dus naar het aantal auto's dat we hebben in ons verkeer vandaag aan de dag. En als we naar die automarkten kijken, dat er steeds meer auto's bij komen. Hoe we dat in de hand gaan houden.
Ja, klopt. Als we kijken naar onze wegenvangnet, dan is het nu verouderd. Het is dan tijd dat we gaan moeten uitbreiden. Ook het ministerie heeft aangegeven dat het budget het niet toelaat om uit te breiden. Maar dat gaat het werk niet moeten verstoren. De heer Landveld heeft het zojuist aangehaald. Het gaat niet alleen om weginfrastructurele problemen die er zijn. Ja. Maar er moet meer gelet worden op het gedrag van de weggebruikers. Als we kijken ook in onze data, de voorlopige data die wij hebben of kunnen verzamelen, dan zien we dat de meeste oorzaken gedragingen zijn, handelingen die we mensen hebben gepleegd. Niet de de infrastructurele problemen. Dat is ook een van de oorzaken, maar niet de hoofdoorzaak. Maar als autoriteit, of zeg maar instituut, zijn we bezig meer voorlichtingsprogramma's te brengen. We hebben een ander directoraat data en educatie, de heer Landveld zit er ook bij. Misschien kan hij beter daarop ingaan. Maar met data en educatie hebben we daarin ook de voorlichting die wij moeten gaan opboetsen, meer dynamiek inzetten. En met educatie gaan we dan de permanente educatie vaststellen in Suriname, want dat is niet het geval. Ik zou dan vragen dat meneer Landveld dat verder uitwerkt. Ja, meneer Landveld, wat je ook wel afvraagt, maar hoeveel voorlichting nog? Toch, als je kijkt naar het gedrag. Dus mensen vragen af, maar om een voorlichting idee. Dus je had het over het gedrag van de mens. Yes. Moeten er misschien niet naar andere zaken gekeken worden, maar gaat uw gang. Voor wat dus het beleid betreft, wat u dus... Dus als het gaat om voorlichting, om even erop in te haken. Kijk, voorlichting, ik denk dat we moeten overstappen naar een ander soort voorlichting. En ik denk dat we nu echt... Kijk, we moeten wel kijken naar wetgeving, maar ik denk dat we moeten overstappen naar harde en wrede beelden tonen op tv. Toch, ik denk dat echt die bewustwording nu echt moet komen. Maar als we praten over bewustwording, willen we komen met verkeerseducatie als vast vak binnen ons curriculum. Een tijdje terug hadden we een presentatie voor de minister van Justitie en Politie, dat is de heer Amoxi, en ex-minister van Onderwijs, mevrouw Marie Levens. Ja. En van die twee ministers hebben we dan... toestemming gehad om eigenlijk een curriculum te schrijven als het gaat om verkeerseducatie. We zijn gekomen met de interdepartementale commissie, waar verschillende deskundigen zitting in hebben. Dat praat over deskundigen van onderwijs, OI, enzovoort, KPS. En we zullen ook praten met verschillende deskundigen buiten. Wat we ook mee willen nemen is ook... wie we ook mee willen nemen is ook OM. Omdat we de kinderen en studenten ook erop willen wezen. Als je rijdt zonder een rijbewijs, is het strafbaar. Toch, maar let wel, we komen op GLO-niveau, VOJ-niveau en VOS-niveau. Toch, met verkeerseducatie. En het zal een verplicht vak moeten worden. En daar willen we starten. Verder willen we komen met defensive driving. Als we kijken naar buschauffeurs in Suriname, vooral in die Ragandiweg in de ochtenduren, spitsuren. Carlos Pena zit hier, hij weet er alles van. Het is verschrikkelijk. Dus we willen het ook verplicht stellen. Toch dat je, voordat je buschauffeur wordt, dat je dan defensive driving moet volgen. Ja. Een ander ding waarnaar we ook willen kijken, hoe oud moet je zijn om een buschauffeur te zijn? Want heel wat jongeren die geen verantwoordelijkheid gevoel hebben, die nemen zitting achter het stuur en vervoeren mensen. En het is een groot verantwoordelijkheid. Dus we zijn ook in conclave met TCT om te kijken hoe we bepaalde zaken kunnen aanscherpen. Dus, het is complex, maar God geeft kracht en wijsheid en we weten dat het zal lukken. Verkeersveiligheidsweek, wanneer zou dat moeten plaatsvinden en wat wil u precies gaan doen? Verkeersveiligheidsweek, dit jaar is een 7e editie. Het is tweejaarlijks dat VN het organiseert. Ja. Het gaat om een UN Global Week. Ja, en de bedoeling van dit jaar is dat ze, het is vanaf vandaag, dus 15 tot en met 21. Ja, vanaf vandaag dus? Jawel, vanaf vandaag tot en met eind deze week. En, wat gaat er precies gebeuren?
Ja. Gaan jullie dingen extra doen? We gaan toch wel gaan we dingen wel extra moeten doen. Mm-hmm. We zijn deel ook een deelorganisatie van de VN. Dus we hebben gekeken naar de internationale thema die eraan is gekoppeld. En we zien dat ze aandacht geven aan het fietsen en openbaar vervoer. Mm-hmm. En als we denken aan openbaar vervoer, dan is het NVB, natuurlijk de PLO-bussen. En dat kader hebben we NVB ook benaderd. Want zij zullen moeten zorgen voor openbaar vervoer waarmee ze al bezig zijn. Mm-hmm. Maar dat wil zeggen dat er meer structuur aangegeven moet worden. En dan gaan we ze, hebben we ook met ze gezeten om te kijken welke nieuwe busroutes er zijn. Hoe kunnen we het dusdanig regelen dat mensen niet meer met hun auto's uit huis hoeven te gaan, maar gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. En daarnaast is het ook wordt er aandacht gegeven aan het promoten van het fietsen. Voor ons zal het zeker wel wat beter uitkomen als we kijken naar onze benzineprijzen. Maar onze weginfrastructuur laat dat niet helemaal toe. Vandaar dat we ook OW hebben benaderd. OW om te kijken wat is hun visie als het gaat om fietspaden. En zij hebben natuurlijk ook hun bevindingen gegeven en ook hun inzichten met ons gedeeld. Ze zijn ook bezig om fietspaden aan te leggen. Maar dat is nog een heel lang traject op zich. Maar dat wil niet zeggen, als we nu niet geen beweging zien, wil die zeggen dat ze niet bezig zijn. En als we fietsen gaan moeten promoten, moeten we erop letten dat we de juiste infrastructuur daarvoor hebben om de mensen dan een veilig gevoel te geven. Maar als je fiets, heeft het ook te maken met je gezondheid. Uh-huh. Een veilige leefstijl, ook goedkoper. Ja. En in deze week gaan we dan ook meer media aandacht geven. Zoals we eerder hebben aangehaald. De bewustwording moet komen. En we hebben ook een prijsvraag die gekoppeld is aan onze Facebookpagina. Met verkeersvragen, gewoon basisverkeersvragen. Als die vragen beantwoord zijn op een nummer dat is aangegeven, dan kunnen er winnaars uit de bus komen. Eind van de week als laatste hebben we dan een fietsentocht. En onze fietsentocht is op zondag. Die begint om 3:00. En we gaan 15 kilometertjes maar fietsen in Paramaribo Noord. Mm-hmm. Onder begeleiding natuurlijk van de politie. En dan zo gaan we de week daar afsluiten. Ja, en u had het over dat van het fietsen dat u wil promoten. Maar u had het over de infrastructuur. Maar als we ook los van infrastructuur kijken, dus naar het gedrag van de mensen zelf, willen vele mensen niet eens meer fietsen. Klaar. Dus het zal ook wel wat vergen om mensen dus weer zover te krijgen om te gaan fietsen. Ja, klopt. We gaan de mensen natuurlijk weer moeten gaan mobiliseren om dat te doen. Maar het andere is dat we ook focussen, want er is een wet aangenomen voor bromfietsrijbewijs. Mm-hmm. En fietsen kan natuurlijk ook erbij. We hebben ook opgemerkt dat bromfietser ook een heel kwetsbare groep is. En meestal loopt het fataal voor die groep. Dus natuurlijk als we fietsen gaan moeten mobiliseren, gaan we dat echt moeten handhaven dat de wet daadwerkelijk wordt gehandhaafd. Dus ook zijn we bezig samen met KPS weer dat leven te geven dat de bromfietscertificering komt. Mm. En dan gaat het niet alleen om de bromfietser, maar ook de fietsers gaan we meenemen. Want op het moment dat je deelneemt aan het verkeer, moet je kennis ervan dragen. En we merken dat vooral de mensen die op bromfiets fietsen zitten, in ieder geval kennen ze de borden niet, de basiszaken kennen ze niet. In hun idee of in hun brein hebben ze, ik moet doorrijden en tot het noodlottig gevolg. Dus natuurlijk gaan we het moeten mobiliseren, maar ook moeten we het heel veilig gaan stellen voor de groep. Wordt bij het beleid dat jullie dus uitstippelen, wordt ook meegenomen dat van die
de rijinstructeurs en zo? Ja, dus ik zou net daarop... Kijk, we zijn ook bezig te praten met KPS. We hebben al een heel verouderd systeem als het gaat om eigenlijk een... om te komen aan een rijbewijs. Intussen is KPS ook gestart met een nieuwe lichting voor rijinstructeurs. Ja. Ze hebben hun curriculum aangepakt. Dus ik denk dat het nu een beetje is geupgraded en dat men dan breder naar zaken zal kijken. Ja. Maar een ander ding dat ik hier moet aankaarten is misschien een primeur voor jullie hoor. Het Verkeerveiligheidsinstituut zal samen met het ministerie van Justitie en KPS komen met verkeershandhavers. Toch, we weten allemaal, KPS is onderbezet en KPS heeft het al zo druk. Dus we willen speciale verkeershandhavers opleiden. We weten dat we overtollige ambtenaren hebben in het land. En de meeste van ze worden al betaald en zitten thuis. Dus heel binnenkort, ik denk vandaag nog, zal er dan een sollicitatieoproep geplaatst worden in de diverse kranten. En de mensen mogen solliciteren. Ze worden dan opgeleid tot buitengewoon agent van politie. En zij zullen sec zijn voor het verkeer. Om het verkeer te handhaven, om het verkeer te regelen tijdens spitsuren. En dit moet ik wel gelijk meegeven. Het is niet de bedoeling dat zij alleen het zullen doen. Ze zullen altijd onder begeleiding zijn van tenminste 1 of 2 agenten. Ja. Toch? Dus dat willen we ook doen. Het is belangrijk dat mensen agenten en verkeershandhavers in het verkeer zien. Want goed eerlijk, het moment je een agent ziet in het verkeer, probeer je aan de regels te houden. Ja. Toch? Dus hoe meer verkeershandhavers, hoe meer agenten in het verkeer, dan denk ik dat het wel zal lukken. Dan komen we een beetje misschien aan het einde. Op het vlak van, ja, we horen mensen ook zo vaak zeggen van, ja, kan de ongo verzwaren en boete snel? Ja, dus denken jullie dat? Dus kijk, eigenlijk, we hadden het ook in mind hoor, om het te doen. Maar misschien moeten we ook kijken naar belonen. Oh, toch? Leg uit. Dat is ook een systeem die we misschien moeten bekijken en introduceren. Misschien moeten we praten met verschillende verzekeringen, maatschappijen. Indien je 3 jaren lang zonder je rijdt zonder een aanrijding te maken, zonder een verkeersslachtoffer, toch? En dan krijg je dan misschien voor dat jaar een korting op je verzekering. Ja, toch? Ja. Dus een bepaald systeem van een beloningssysteem. Maar sowieso is het ook een idee om het te verhogen. Maar ja, we zijn eenmaal mensen, we overtreffen regels. Dus, maar een boete kan dit 1000, het kan 10.000 zijn. Je zal altijd mensen hebben die eigenlijk regels zullen overtreden. Want in het verkeer, een verkeerde handeling en verkeerde situatie, zorg voor een aanrijding. Ja. Dus als je niet bewust bent, al is het 10.000, ga je toch voor verkeersslachtoffers zorgen en verkeersaanrijdingen. Dus het is belangrijk dat die bewustwording aangewakkerd wordt in Suriname. Ja. Waar zijn er cijfers bekend waar de meeste slachtoffers plaatsvinden? Ja, we zijn eigenlijk vorig jaar waren we aangestaan met... volksgezondheid. Yeah. We willen een soort van blackspot-analyse doen. Belangrijke hotspot, waar vinden er vaak aanrijdingen plaats? Laten we gaan kijken hoe de situatie daar is, toch? Dus dat moet nog komen. In samenspraak met PAHO en volksgezondheid zullen we het dan doen. Het kost wel geld, maar we moeten gaan kijken hoe we dat zullen doen. Dus sowieso komt het. Maar is er al een beeld van daar... Onder die groep vinden de meeste slachtoffers. De jongeren, tussen 15 en 30 jaar. Vandaar dat we ook willen komen met die verkeerseducatie. Want een simpel voorbeeld. Vroeger was het zo, in de 5e klas kregen ze verkeerseducatie. Maar het ging meer om, hoe steek je over verkeersbrigadiertjes. Toch? Daarna krijg je een grote gap. Want pas 16 jaar mag je weer op een bromfiets. Ja. Zonder verkeerseducatie. En dat 2 jaren weer 18, dan mag je dan aan een rijbewijs komen. Snapt u dus? Vandaar dat de jongeren dan in... Eigenlijk hebben we de jongeren in de steek gelaten. En dat moeten we gaan veranderen. Als we komen met geloof, op geloof, verkeerseducatie. Ze krijgen het mee. Als ik praat over kleuteronderwijs. Ja. Spelenderwijs zullen ze dan verkeerseducatie krijgen. Toch? Misschien moet ik dit ook gelijk meegeven. Ja. We willen zelf komen met een verkeerspark. We hebben al gesproken met de ROGB om een stuk land vrij te maken voor ons. Dat we komen met een verkeerspark. Want theorie en praktijk gaan samen, hand in hand. Ja. De kinderen volgen les in de klas, theorie. 1 keer per kwartaal neemt juf ze mee naar onze verkeerspark.
En daar kunnen ze in de praktijk oefenen op een kleine fiets, een kleine auto die je kan besturen. Okay. Toch, en dat willen we in samenspraak met UNICEF doen, want het gaat ook heel veel geld kosten. Ja. Een soort van kleine Paramaribo opzetten daarop, para met verkeersborden, kleine verkeerslichtjes, en dan mogen ze gaan fietsen daar. Oké, okay, geweldig. Er is een nieuwe minister van Onderwijs. Is het de bedoeling om ook met hem aan tafel te gaan en hierover te praten? Sowieso moeten we een conclave tegen hem. Sowieso. Want het is een fantastisch idee, verkeerseducatie, dus ik denk dat hij ook mee zal werken. Oké, okay, geweldig. Nogmaals, dat van de Verkeersveiligheidsweek mogen jullie even weer benadrukken en dan gaan we dit gesprek beëindigen. Ja, we zullen verschillende media-activiteiten hebben, zeg maar. Voorlichtingsactiviteit. Ja. We zullen ook gaan naar scholen. Mm-hmm. We hebben gekozen voor VOS en VOJ scholen. Verder hebben we een prijsvraag. Mm-hmm. Die ze via onze Facebookpage kunnen volgen. Eind van deze week hebben we, dat is zondag, hebben we onze fietstocht. En onze fietstocht begint om 3:00. Mm-hmm. Hierbij wil ik ieder oproepen. Registratie is 50 SRD indien je een fiets hebt. Als je geen fiets hebt, is het dan 200 SRD, want dan wordt er een fiets voor u gehuurd. En het is een 15 kilometer fiets toch? We zullen fietsen in Paramaribo Noord. En locatie is aan de Mahonilaan, Hoek Mahonilaan, Mauritiusstraat nummer 33. En van de week, misschien vandaag of morgen, zal er ook een oproep zijn in de dagbladen, natuurlijk ook op onze Facebookpage, van de verkeershandhaver, een sollicitatieoproep. Ja. Dus, is dat van de fietsen toch, is het een voorregistratie of is het op de dag zelf? Ja, er is een voorregistratie. Ja, mensen kunnen registreren op het nummer 47. 1281. Okay. Men kan bellen van 7 tot 3:00 in de middag. Of je kan een app sturen en ook bellen op 86 42 48 4. Ik herhaal 86 42 48 4. Ja, oké. Okay. Goed. Mag ik u heel hartelijk dank zeggen, mevrouw Giovanna Adrai en de heer Percy Landveld van het Verkeersveiligheidsinstituut. Heel veel succes. Het zijn hele goede plannen die jullie hebben. En laten we hopen dus dat ook die financiën loskomen om jullie plannen uit te voeren. En dan spreken we elkaar. Heel veel succes toegewenst. Thank you. Dank je wel. En dat waren Giovanna Adrai en Percy Landveld in het eerste gedeelte van deze aflevering van de Koffiepraat over de Verkeersveiligheidsweek van het Verkeersveiligheidsinstituut. Nou, we gaan zo meteen naar deel 2. En dan nodigen wij zo meteen uit de heer Armand Sunder van Rafaxuur. Heel hartelijk dank. Thank you.
luistert naar de Koffiepraat. Welkom bij deel 2 van deze aflevering van de Koffiepraat. Op deze maandag van 15 mei 2023. En ja, de meteorologische dienst heeft gemeld dat het niet gaat regenen vandaag. Was dat de laatste info? Oké, dan ja, laten we hopen dat het... want het heeft wel wat geregend het weekend. Een hele mooie zondag hebben de moeders overigens gehad met hun kinderen. De president die heeft ook een audioboodschap gedaan richting de moeders om ze dus te poweren in verband met de dag. Ik heet welkom de heer Arman Sunder. Heer Sunder, morning en welkom in deze aflevering van de Koffiepraat. Hopelijk hebt u ook een heel goed weekend gehad. Hebt u moeten vergaderen misschien over vakbondszaken terwijl de moeder thuis zit en moederdag viert? Wat is het geweest? Nou, zondag was wel rustig, okay. Maar zaterdag waren we de Santigrong. Ja. Het was meer reparations. Oké, laten we daarmee beginnen. Wat was het doel van die zondag? Een stukje, of die zaterdag nog? Ja, een stukje bewustwording brengen naar de mensen en vooral de jongeren in Santigrong. En in feite had MAS, Maron Platform, de organisatie in handen. Ja, en wat zijn de indrukken als u dus zo kijkt naar hoe men hierover denkt in dat gebied? Ik denk dus dat er sprake is, maar dat geldt eigenlijk voor heel Suriname, aan gebrek aan informatie. En we moeten de mensen informeren. Maar je merkt wel dus dat zodra de mensen geïnformeerd worden, gaan het proces dus dat men gewoon enthousiast raakt en dat men de zaken veel beter gaat begrijpen. Ja, bent u daardoor misschien nog meer geprikkeld om die informatie misschien op een andere manier te gaan doen? Als u zegt dus dat het meestal toch wel ontbreekt aan die info? Ja, nou kijk, we zijn al 10 jaar met dit proces bezig. Dus nu ben je eigenlijk op een glijbaan, zou je moeten zeggen, omdat je nu geconcentreerd die informatie moet brengen naar de mensen toe. En dat lukt wel. Ja. Als het gaat om de reparations, in welk stadium bevindt dat zich op dit moment? Wat gebeurt er allemaal, misschien achter gesloten deuren? Nou, recentelijk heeft de regering, ik zou bijna zeggen, eindelijk... Een vertegenwoordiger die de clusterministers gaat vertegenwoordigen aangewezen. Dat is de heer Silvano Chonain. En dat is dus een belangrijke stap. En nu moet gewerkt worden aan een platform. Terwijl wij gestaag bezig zijn om de mensen te informeren en aan te geven wat de Surinaamse agenda is. Je hebt een Nederlandse agenda, je hebt een Surinaamse agenda. Ja. En wij wijzen de mensen continu op de Surinaamse agenda. Ja, het platform, wat is het doel daarvan? Het doel van het platform is dus dat het hele reparatiegebeuren verankerd wordt in die Surinaamse samenleving. Ja. En met name in de organisaties van inheemse en nazaten van Afrikanen. En dan moet je vervolgens naar die massa toe gaan.
Maar onze strategie is altijd geweest, dus dat we eerst naar de massa toe gaan. En dat voeren wij nu uit als Nationale Reparatiecommissie van Suriname. Ja, u zegt eindelijk dat er dus een vertegenwoordiger is in dat van de clusterminister, zegt u. Maar wat moet die precies gaan doen binnen dus die gelederen, zeg maar? Ja, die heeft een dubbele taak. In de eerste plaats zorgen dat er op een bepaald moment één stem vanuit Suriname wordt gesproken, omdat er zeker nadat meneer Rutte zijn uitspraak had gedaan, heb je allerlei stemmen gekregen. Dus hij moet zorgen voor één stem. Ja. En in de tweede plaats is hij de hoofdcommunicator tussen de vertegenwoordigers van de Nederlandse regering. Ja. We zitten dichtbij 1 juli, heer Sunder. Wat is het streven van dus, de reparationscommissie richting dus die datum? Want het is kort dag, hè? Het is kort dag en daarom moeten wij ons niet druk maken om die dag. Mm-hmm. Kijk, wij hebben altijd al het programma gereed gehad. Maar u moet zich voorstellen, meneer Rutte heeft op 19 december excuses aangeboden. En 2 weken geleden is pas een coördinator benoemd door de regering. Mm-hmm. En we hebben zeker 30 keer geprobeerd om te zorgen dat die persoon werd benoemd. Nu gaat het er namelijk om, wanneer we praten over slavenhandel en slavernij, dan praten we over iets van 233 jaar. Mm-hmm. Dus we moeten het niet allemaal in een keurslijf gaan gieten. We moeten ons eigen programma maken, onze eigen data bepalen. En doen wat het beste is voor ons. Wij moeten dus nu met die coördinator, we zijn al met die besprekingen gestart, gaan kijken van wat is nu de timeline die we moeten gaan uitvoeren. Weet je? Maar we gaan ons niet laten pinnen op bijvoorbeeld 1 juli, 1 dat, 1 dat. We moeten zelf onze timeline gaan bepalen. Omdat belangrijk is dat de Surinaamse bevolking en met name de inheemse en de nazaten van Afrikanen goed geïnformeerd worden. Nesma musabisa ipsa. Ja, nee, misschien waarom ik die vraag stel, omdat ik in eerdere instantie ook begreep dus dat een van de eisen was dat hier dus die excuses zouden worden aangeboden en liefst door dus hier de koning. Ja. Staat dat streven nog recht overeind? Dat staat recht overeind, alleen kan het niet meer op 1 juli. Okay. Je kan de agenda van de koning niet bepalen, dus dat hij binnen een aantal maanden ergens naartoe gaat. Mm-hmm. Dat zou misschien in een noodsituatie kunnen, als er oorlog is of zo. Ja. Maar er is geen oorlog. Dus moet je kijken, wat is het protocol? Mm-hmm. En daar hebben de Nederlandse regering rekening mee te houden. En wij hebben er ook in Suriname rekening mee te houden. Maar we achten het nog steeds van belang dat de koning als hoogste representant van de Nederlandse bevolking, dat hij de excuses komt aanbieden. Maar vooral ook omdat het Koningshuis Oranje ook nauw betrokken was bij slavenhandel en slavernij. Ja. En ook dat koning Willem III, geloof ik, op een bepaald moment bij koninklijk besluit is de slavernij, laten we zeggen, formeel geëindigd in 1863. Mm-hmm. Maar daarna moesten onze mensen nog 10 jaar doorwerken als tot slaafgemaakte. Mm-hmm. Heer Sunder, we kennen u als de man van de cijfers. wat is uw... Ja, zeg maar, geef ons een inzicht over uw berekening. Dat bedrag dat het aantal projecten vertegenwoordigt dat uitgevoerd zou moeten worden, zeg maar, om het zo te zeggen. Ja, nou kijk, we hebben ongeveer, geloof ik, 13 jaar geleden een berekening gemaakt. Mm-hmm. Over, met een moeilijk woord hoor, net present value van de materiële en niet-materiële schade die Nederland moet betalen voor slavenhandel en slavernij van inheemse, van Afrikanen, maar ook voor contractarbeid en zelfs voor de boeroes hebben we die berekening gemaakt. We praten dus over miljarden.
Belangrijk is nu meneer Rutte de excuses heeft aangeboden, om het referentiekader goed voor ogen te hebben. De Nederlandse regering wil nu praten over 200 miljoen voor bewustwording. Wij zeggen dat is niet nodig. Een soort bewustwording. Usabi Sambimsa, we hebben het helemaal geanalyseerd. Nu willen we praten over rechtvaardigheid. We willen praten over reparaties. We willen praten over herstel van de materiële en immateriële schade. Dus we staan ver uit elkaar. En vandaar dus dat wij hebben voorgesteld dat er sprake moet zijn van mediation. En mediation is een proces waarbij je één of meer personen binnenbrengt in dat proces. En die moet op een bepaald moment zorgen dat de twee partijen, dat ze aan één tafel gaan zitten. Dat ze uiteindelijk één taal praten. En dat ze uiteindelijk ook door één deur kunnen. Want wat wij willen met dit reparatieproces is een stukje verzoening aan het einde. En dat we zeggen van ja, Atori City. En we gaan nu gezamenlijk verder. En we gaan niet meer praten over het verleden. Dat verkeerd is geweest, et cetera, et cetera. Nee, wij moeten dan in het vervolg onze eigen boontjes gaan doppen. En dat slavernijverleden achter ons laten. Mm-hmm. En de financiële middelen die hieruit voortvloeien zullen dus in projecten moeten worden omgezet, zeg maar. Daar staan wij in principe voor. Mm-hmm. Maar wij zijn niet de bepalende factor. Wij vinden van de reparatiecommissie dat het volk van Suriname de bepalende factor is. Mm-hmm. Dus stel je voor dus dat kijk, dat gebeurt nu in Californië in het afgelopen weekend. Yeah. Daar is een besluit genomen dat individuele nazaten van tot slaaf gemaakt, dan meen ik een bedrag van 12 miljoen US dollars elk krijgen. Maar dat hebben de mensen zelf bepaald. Het is niet van boven bepaald. Dus wij zeggen, er zijn een aantal alternatieven op tafel. Mm-hmm. Uiteindelijk zullen we door overtuiging en door gesprekken met mensen zullen we moeten komen tot dat programma voor reparaties. Ja. Programma's voor reparaties. Is er een tijdslijn uitgestippeld waar binnen al deze zaken van de grond zullen moeten komen? Want u kunt niet jaren doorgaan, ook hierna weer misschien 10 jaar verder en daarna ook weer 20 jaar verder, zeg maar. Na 2001, toen er een belangrijke conferentie is gehouden in Durban, Zuid-Afrika, daar hebben meer dan 58 landen, meen ik, en veel meer NGO's, die hebben verklaard dus dat slavenhandel en slavernij misdaden zijn tegen de menselijkheid en dat altijd zullen blijven. Mm-hmm. En dan ziet u dus dat 22 jaar later meneer Rutte als eerste premier van een van de landen die deze kolonie heeft gehad en die misdaden hebben gepleegd, dat erkent. Mm-hmm. En dat is een heel belangrijke stap. En laten we zeggen, wij moeten dan gebruik maken van die stap om as soon as possible te gaan praten over de verdere stappen. En de verdere stappen hebben te maken met wat is de materiële en immateriële schade geweest en hoe gaan we dat herstellen. Ja. Dus we zijn nu in die fase beland. Ja, de toekomstige generaties wordt... Ik ga ervan uit dat daar ook specifiek de aandacht aan wordt besteed, de jongeren, heer Sunder. Hoe zit het met het proces van het herschrijven van dus die geschiedenis? Laat me eerst vraag van de jongeren. Van de jongeren. Jongeren zijn fundamenteel in het reparatieproces. Mm-hmm. Reparaties is bestemd voor de jongeren. Ja. Voor de toekomstige generaties. Mm-hmm. Dat zij al die problemen die wij hebben gehad niet zullen hebben. Yeah. Dat in de eerste plaats. Dus jongeren moeten dus ook steeds meer dit proces gaan ondersteunen.
In de tweede plaats, wat was de tweede gedeelte? Het herschrijven van dus die geschiedenis. Nou kijk, in Santigrong heb ik het al aangegeven. Mm-hmm. Het Surinaamse volk heeft geen helden. Mm-hmm. Want helden, die institutionaliseer je. Mm-hmm. Dus doet het voorwerk. Je brengt het in het parlement. Daar wordt het goedgekeurd en de regering moet het gaan uitvoeren. We hebben wel voorbeeldlanden, bijvoorbeeld Jamaica. Jamaica heeft 9 nationale helden. Mm-hmm. Zijn ook in een park aangegeven, maar wij zijn nog niet zo ver. Ja. De Surinaamse geschiedenis is in hoge mate vervalst. Mm-hmm. En die vervalsingen zijn nog steeds zichtbaar. Dus het is heel belangrijk dat er middelen, ook uit deze reparatiegelden, maar ook uit onze eigen begroting worden vrijgemaakt dat een aantal mensen gaan werken aan het herschrijven van onze geschiedenis. Ja, want u praat over vervalsing, vandaar dat ik dat ook in verband heb gebracht met dus die bewustwording richting de jongeren, want die moeten toch dus die geschiedenis, de beste geschiedenis gaan vernemen uit dus die herschreven geschiedenis. Ja, dat is zo. Kijk, ik heb toevallig in het weekend een boek een beetje bestudeerd. Mm-hmm. Van een vooraanstaande Nederlandse hoogleraar. En dan zie je dus dat deze man die in de top is van dat Nederlandse geschiedenisgebeuren. Mm-hmm. Dat hij gewoon doorgaat, bewust of onbewust, met de positie van de tot slaaf gemaakte bagatelliseren. Mm-hmm. Weet je? Door bijvoorbeeld, het gaat namelijk om leningen die verstrekt zijn in het verleden, in de 18e eeuw, waarbij tot slaaf gemaakte mensen hier in Suriname als onderpand werden ingezet. Maar dat noemt hij niet. Begrijp je? Dus wij zullen dat zelf moeten doen. En wij zullen die geschiedenis naar voren moeten halen en bekijken vanuit ons perspectief. En hoe die geschiedenis onze kinderen kan verrijken. Ja. Hebt u het idee dus dat er ook een zekere mate van bewustwording is? En hebt u efforts gemerkt vanuit het beleid, zeg maar de regering? Het gaat heel traag, veel te traag. En ik denk dus dat het bewustwordingsproces daar ook eigenlijk moet beginnen. Maar dat is logisch. Als het niet vanuit de universiteit is gekomen dat de geschiedenis is herschreven, mm-hmm. dan kan je moeilijk verwachten dat beleidsvoerders op de hoogte zijn van de daadwerkelijke historie van Suriname en dan zaak misschien politiek interpreteren. Hmm. Ik moet zeggen, nog veel werk aan de winkel, heer Sunde. Ja, er is inderdaad veel werk aan de winkel, maar het is een uitdaging. Ja, we gaan naar het andere deel, andere pet op nu, heer Sunder, vertegenwoordiger van de, of woordvoerder nog, van de Rafaxuur. Ja. En moet ik zeggen, eindelijk een doorbraak na al die ellenlange besprekingen met de regering. Dat er dus eindelijk nu iets los is, de koopkrachtversterking. Bent u tevreden of had u graag meer gewild? Nou kijk, we zijn nooit tevreden. Mm-hmm. Als verantwoordelijke vakbondsleiders. Ja. En ik moet zeggen dat wij begonnen zijn met een nul optie. Hè? Mm-hmm. Mm-hmm. Regeren met tak e una moniere. Ja. We hebben zoveel uitgaven, de inkomsten vallen tegen. Laten we beginnen te praten voor volgend jaar. Daarna bleek dus, toen we de regering erop hebben aangedrongen van, luister, go krab krabu Timoni, want wij kunnen niet naar onze mensen gaan en zeggen er is geen geld. Mm-hmm. Want de situatie is zo verergerd door die inflatie en door die koers. Mm-hmm. En met name die pariteit van de SRD die steeds zwakker werd, dat de mensen niet meer rondkomen. Mm-hmm. Oké, regering Vini, 200 miljoen. Utaktaki. Ja. Een week daarna was het 800 miljoen. Maar die 800 miljoen, die was ook niet voldoende.
Uiteindelijk zijn we gekomen op 1,2 miljard. En dat betekent dus dat elke ambtenaar, elke landsdienaar, 2500 SRD netto te beginnen eind mee krijgt. En we hebben ook afgesproken dat om de 2 weken gaan we weer aan tafel zitten. Om? Om verder te praten. En toevallig gaat er vandaag een brief naar de president, waarbij wij de wens uitspreken dat de mensen in de zorg, die niet voor die 2500 nog in aanmerking zijn gekomen, dat ze ook in aanmerking komen. En dan hebben we het over thuiszorg, we hebben het over bejaardentehuizen en we hebben over ziekenhuizen. En we gaan door met het inlopen. Het is niet zo dus dat we onze salaris eisen, dat ze te maken hebben met wat je noemt reële ontwikkelingen. Mm-hmm. Nee, we lopen in vanwege het feit dus dat het ondraaglijk is geworden. Ja. En in dat kader gaan we door. Een van de grote uitdagingen, u noemde het ook, is dat van die koersontwikkeling, die prijsstijgingen, die inflatie teweegbrengen. Ook de minister van Financiën heeft aangegeven dat dat een uitdaging is. Eigenlijk kan je bijna zeggen, het is niet te vermijden. Je kan het bijna niet ontkomen dat wanneer dus die ambtenaren, zeg maar, die grote groep, een koopkrachtversterking krijgt, dat je daarna direct ook weer dat we daarna weer direct in die spiraal komen van inflatie, koersstijgingen, prijsstijgingen. Nou, dat hoeft niet. We hebben hierop gewezen. Mm-hmm. Maar wat wil je? Wil je de mensen laten verpieteren? Of zeggen dat je in een loonprijsspiraal gaat komen? Kijk, als je zoveel geld in die economie pompt, dan kan er ontstaan een, wat we in de economie noemen, een geldillusie. Dus mij kies wel lomoni, maar ze zien van, hé, het gaat snel voorbij, het gaat snel op. Ja. Wat wij moeten doen als vakbeweging is continu zorgen dat de mensen liquide middelen hebben om te kunnen overleven, om te kunnen kopen. Omdat wij geloven in de kracht van de Surinaamse economie. We geloven dat het niet lang meer zal duren. En we komen uit deze crisis. En we hopen dus dat we eruit gaan leren. Want het probleem van de crisis is dus dat onze economie onvoldoende is gediversificeerd. En met name de verwerking van onze grondstoffen, Die vindt onvoldoende plaats en dat kilt ons. Uh-huh. Dus we moeten met spoed gaan werken aan het verwerken van grondstoffen in Suriname. En gelukkig is het zo dus dat alle partijen dat nu inzien. Uh-huh. We zijn bijvoorbeeld blij dus dat recentelijk er een overleg is gaan ontstaan waarbij de president van de Centrale Bank, de minister van Financiën en het bedrijfsleven gezamenlijk gaan kijken naar de monitoring van het IMF gebeuren in Suriname. Dat is nooit eerder gebeurd. En het is nieuw, maar het komt door de noodzaak. Maar ondertussen is het zo dat wij stellen, kijk, economische parameters, dus verhoudingsgetallen, et cetera, zijn belangrijk. En het is mooi dat ze er goed uitzien. Maar uiteindelijk, wanneer je praat over de economie, praat je over welvaart en welzijn van mensen. En als je daar onvoldoende aandacht aan besteedt, gaan bijvoorbeeld wat we nu hebben, dat mensen gaan emigreren. Terwijl jij zoveel hebt geïnvesteerd in die mensen. Zoals we in de gezondheidszorg. Ja, gezondheidszorg, onderwijs, et cetera. Dus die investeringen zijn verloren. Niet helemaal hoor. Omdat je toch wel een stroom van middelen weer gaat krijgen naar Suriname. Vanuit het buitenland gaan de mensen familie ondersteunen. Maar ze gaan dus ook grond kopen, huizen bouwen, et cetera, et cetera. Dus je bent ze niet helemaal kwijt. Maar voor de korte termijn ben je ze wel kwijt. En dat moeten we vermijden. En vanuit die optiek moet de regering een beleid voeren
dat er rust komt in die samenleving. En die rust moet je kopen. En de huidige regering heeft 1,2 miljard nodig geacht om die rust te kopen. Maar die rust is geen continue rust. Vandaar dat we doorgaan met praten en wijzen van, kijk, daar moet er weer wat gebeuren en daar moet er wat gebeuren. En waarom kunnen wij dat doen? Omdat we in het veld bezig zijn. Ja. We horen de kreten van de mensen. En die kreten brengen we over naar de regering. En inderdaad is het zo dus dat wij nu een tussenfase hebben bereikt. Dat er middelen beschikbaar komen die besteed kunnen worden. Welke garantie heeft de vakbeweging van de regering, zeg maar, als het gaat om die 2500 SED die de mensen nu erbij krijgen? En dat wanneer mensen straks naar de winkel gaan, dat ze hun producten rustig kunnen kopen. Want we hebben al zo lang gehoord van ja, er moet, dat horen we bijna elke dag. Er moet iets gaan gebeuren aan die prijzen, aan die koersen. Maar dat schijnt nog een bijzondere grote uitdaging te zijn voor deze regering. Of althans voor alle regeringen, hè? Ja, kijk, wij hebben geen enkele garantie kunnen krijgen van de regering. We hebben ook geen enkele garantie gevraagd. Omdat wij weten dus dat a priori de minister van EZ niet in het clusterteam zit. Maar vanuit financiën is wel naar voren gebracht dus dat er bij EZ zou worden aangedrongen om de controle, dus de handhaving van de wetgeving, om daarvoor te zorgen. Aan de andere kant is het ministerie van Financiën en Planning zelf ook van belang, omdat de inkomsten, met name uit de BTW, die moeten gaan instromen. En u hebt gemerkt, want ik luister meestal naar SRS, dat bijna de hele dag reclamespotjes BTW. Over BTW ontstaan zijn. Nou, dat is het onder meer, denk ik, het gevolg van de gesprekken die we hebben gevoerd. Okay. Dus die middelen moeten binnenkomen om eerst, ze moeten eerst binnenkomen voordat ze uitgegeven kunnen worden. Omdat deze aanpassing, die is één, denken wij, gefinancierd uit middelen die binnenkomen. En in de tweede plaats uit het feit dus dat men die schulden heeft gerangschikt. En enigszins op adem is gekomen. Dus er is wat ruimte ontstaan. Ja. Er zullen verdere gesprekken plaatsvinden, ook binnen het tripartiete verband, heb ik begrepen. En daarbij is onder andere aangegeven dat gevraagd is, dacht ik, om die stroomprijzen en die gasprijzen, is het voorlopig aan te houden, heer Sunder? Ja, dat is ook onderdeel geweest van de besprekingen. Waar wij uitdrukkelijk hebben gevraagd om die zaken voorlopig aan te houden. Omdat de regering wil rust op het arbeidsfront. En dat kan zij alleen realiseren als ze de wrokkelmangs tegemoet komt. Omdat die Rokomangs een groot gedeelte zag het niet meer zitten. En dan kan je niet met mooie praatjes komen. Want de vakbondsman takitak im saka dukuji densma. En het kwartje is in ieder geval bij de regering gevallen. Dus dat men besteedbaar inkomen moet krijgen. En uiteraard, een andere belangrijke zaak is natuurlijk productiviteit verhogen. Weet u, en productie verhogen. Dat is meer dan ooit van belang nu. Wordt er ook gekeken naar dat van die belastingsgever, heer Sunder? Jazeker. Ook die brief gaat vandaag naar de president. Eén, het gaat om het verruimen van de belastingsgever. Verder voor overwerk dat er een lager tarief komt. En er is nog, zijn nog wat andere zaken. Maar het gaat er namelijk om, wij proberen dus ook in de fiscale sfeer, proberen wij ruimte te creëren. En ruimte te creëren, wanneer je het doet in de fiscale sfeer, doe je het voor alle recommands.
Ja. Dus ook de brokkenmangs in de particuliere sector. Ja, nu heb ik ook van de minister van AWJ begrepen dat het minimumuurloon verder wordt verhoogd. Is dat goed geluid? Het is zeker goed geluid voor de mensen die werken en dat minimumuurloon krijgen. Omdat ook inflatie nee, ook rekening naar minimumuurloon. Uh-huh. Begrijp je dus? En je hebt gemerkt dus dat het verhoogd is. Het wordt per 1 juli weer verhoogd. Uh-huh. Verder is het zo dus dat de minister ook bereid is om wanneer die inflatie aan zou houden, om weer te praten. En het minimum, de loonraad, dat is een tripartiet orgaan. Uh-huh. Waarin dus zowel mensen uit het bedrijfsleven, overheid en vakbeweging hebt. Tot slot, heer Sunder, vergt het nou veel meer van vakbondsleiders om die rust onder haar leden te bewaren? We zien ook, we hebben bijna een hele week of langer zelf leerkrachten op straat gezien. Ook de verpleegkundigen die weer aan de bel hebben getrokken. Vergt het nu veel meer van vakbondsleiders? Ja, maar dat is normaal. In een crisis, een teruggang van de economie, waarbij er sprake is van inflatie en afname van de waarde van de koers. En waarbij de regering maatregelen neemt, met name fiscale maatregelen, want de regering had money van nodig. Mm-hmm. Dan zie je dus dat de brokkenmangs onder druk komen te staan. Maar het signaal dus dat de brokkenmangs via de vakbonden en via de vakcentrales hebben doorgekregen is, het kan niet meer. Mm-hmm. Dus het is niet meer van, in februari zeiden we nog, de rek is eruit. We hebben de ministers ook medegedeeld tijdens dat afgelopen overleg. Het kan niet meer. Ja, dus heb ik goed begrepen dus dat het kan, dus dat na die komende 6 maanden van die 2500 SAD, en voor wat het nieuwjaar betreft, er weer iets misschien zal komen voor de werkers? Absoluut, daarop is het ook gebaseerd. Want isabitak december na wan prisiri moon. En taxma ab money van nodu. En dat wil dus zeggen dat wij al aan de regering hebben gezegd, dus dat je moet beginnen te reserveren. Want desma moest chiswan staan voor december, toch? Mm-hmm. En na januari is weer zo'n probleemmaand. En ook januari desma moest chiswan staan. Ja, goed. Mag ik u heel hartelijk dank zeggen, heer Sunder. Heel veel succes toegewenst bij de gesprekken, ook binnen het tripartiet verband. En we kijken uit naar de resultaten hiervan. Heel hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Heer Armand Sunder van Ravaxuur hadden we vandaag tot besluit van deze aflevering van de Koffiepraat. Volgt u ons ook via onze website radio.srs.sr. Gaat u naar nieuws en dan kunt u daar ook de audiofolders beluisteren. Voor een nieuwe aflevering zijn we morgen terug. Ik wens u een hele goede dag verder. Dag.